Wat mij het meest raakt is dat er zoveel vrouwen zijn die veel meer in zich hebben, maar niet eruit laten komen. Dat ze hun talenten niet verder ontwikkelen. Ze zien het niet, maar ook durven ze het niet om daadwerkelijk die volgende groeistap te maken. En ik snap dat, want we laten ons heel vaak tegenhouden door angst, onzekerheid, twijfels. We denken dat we niet kunnen om een volgende groeistap te maken. En weet je, 85% van wat we denken, wat we aan angst hebben, aan twijfels hebben, komt niet uit. En wat er nodig is, is een doorbraak. Een doorbraakmoment. En als ik kijk naar mijn eigen leven, heb ik een doorbraakmoment gehad wat heel heftig was, maar waar ik zo ongelooflijk dankbaar voor ben dat het is gebeurd. En dat is dat ik in mijn relatie stagneerde en mijn partner die werd heel ernstig ziek. En op dat moment was ik ook niet gelukkig in mijn huwelijk. En ik kon niet anders op dat moment als nadenken van oké, nu moet het anders. En ik had geen keus. In het heetst van de strijd koos ik voor mezelf. En ondanks dat dat egoïstisch voelde, was dat voor mij de beste beslissing ooit. Want sindsdien ben ik veel meer voor mezelf gaan staan. Ben ik keuzes gaan maken om mezelf te ontwikkelen, om te groeien als persoon, als moeder, als mens. En dat heeft mijn leven enorm verrijkt. En ik weet dat jij ook veel meer in je hebt. En als jij gaat kiezen voor datgene waar echt jouw hart ligt en durft te gaan staan voor jezelf, krachtige keuzes te maken, dan ga je veel meer het leven leiden wat jou uiteindelijk gelukkig gaat maken. En niet alleen jou, maar ook alle mensen om je heen. Dus wat ik alle ambitieuze vrouwen gun, is dat ze hun angst en twijfels opzij zetten en echt gaan voor wat ze diep van binnen voelen en hun potentieel volledig tot bloei laten komen.